Ik wil het even met je hebben over de hechte band die je ook hebt met je moeder. Want jouw band met je moeder is heel erg goed. Kan je ons vertellen uit wat voor een gezin je kwam? Oh, een heel warm gezin. Mijn vader was offsetdrukker. En mijn moeder die werkte in een kledingzaak. Alles werd gedaan voor de kinderen. Dus ik had een broer en een zus en ikzelf was de jongste. En alles werd bij ons gewoon groot gevierd. De verjaardagen. Mochten vriendjes, vriendinnetjes blijven slapen. Het was altijd goed. Nou, dit ben jij. Oh, hoe heb je dat nou gedaan? Deze hebben we laten bewerken. Dat is een nieuwe techniek. Ja. Ja, te geestig. Knap jochie kijkt de wereld in. Maar staat het zingen er al op jonge lijf? Dat denk ik, het gekke is dat ik het toevallig met mijn moeder een paar weken geleden over gehad heb. Ik lag altijd op bed en dan ging ik altijd liedjes zingen tot ik in slaap viel. Maar dat was alles door elkaar, dus liedjes van school. Maar ook psalmen gezangen. En dan zei mijn moeder, Gerard, ga nou maar slapen, zei ze. Want het is nu wel mooi geweest, na 3 kwartier, 1/2 uur. Nou, dan ging het licht, moest altijd op de overloop branden, kan ik me herinneren. En dan viel ik in slaap. Onbezorgde jeugd. Onbezorgde jeugd? Ja. Hoe was de band met je vader, Geer? Was ook heel goed. Mijn vader was ontzettend lief, een harde werker. Hij is natuurlijk al heel jong overleden. Hoe oud was hij toen? 70. En jij was toen? Heel jong, 33, 34. Ja. En dat is jong als je vader verliest. En ik woonde lang niet meer thuis. Maar het is toch dan heel gek, dat hele proces, dat je dat meemaakt. En mijn moeder was natuurlijk nog hartstikke jong. Ik was 64 dat mijn vader overleed. Dus dat hield in dat het... dat was gek dat ze in één keer weer alleen was. Maar gelukkig na 2 jaar heeft ze een hele leuke vriend gevonden. En die is helaas ook alweer overleden, afgelopen oktober. Maar daar heeft ze wel nog 24,5 prachtig mooie jaren mee gehad. Je bent dol op je moeder, hè? Ja. Je betrekt er heel vaak in een vlog, hè? Of je laat er heel vaak zien, of een foto. Of je zorgt goed voor. Dat vinden we leuk, ja. Elke week bij de langs. Dat vindt ze lastig als jij er niet bij bent. Maar ik heb wel een klein streepje voor bij haar, hoor. Oh, ja, toch even bij de langs geweest. Ach jee. Lieve Gerard, ik vind dat je toch een schat van een jongen bent. Je hebt me heel goed weer verzorgd dit weekend. Gerard, ik vind je ontzettend lief. Je doet zoveel voor mama. Ik ben er soms heel een beetje, hoe moet ik nou zeggen dat woord. dat je altijd zo goed voor me bent, dat waardeer ik zo erg. Je neemt elke keer mooie bloemen mee. En dat doet hij gewoon. Het is gewoon een lieverd. Hè? Wat ontzettend lief. Dan heb ik bloemen mee en dat haal ik dan uit als meer. En dan denk ik wel een lullig bosje, die tulpen. Denk ik nog eens 4 van die bossen mee. Dan poremt het lekker in zo'n vaas, weet je wel. En dan zegt ze, doe nou niet zoveel, want zo'n klein bosje is ook goed. Ik zeg, ja, maar dat vind ik leuk staan. Een beetje leuk, bloemen, ze houdt van bloemen. En ze heb ik altijd gezegd, nou, ik heb ze liever als ik bij leven, als ik dood ben. Ik hoef geen bloemen op mijn kist. Ze zegt, dan heb ik ze liever nu. Ja, nou, dan heb je toch een lullig boeketje voor je eigen moeder. En daar wordt ze heel blij en gelukkig van. Zeker nu ze alleen is. Voor haar is dat het bloemen, vindt ze prachtig. Maar je ziet er steeds ouder worden. Wat doet dat met je? En nou, ik vind wel dat ze heel mooi oud wordt, vind ik eigenlijk. Dan denk ik, jeetje Mina, als ik nou echt 95% van haar genen zou hebben, dan word ik misschien ook wel een jaar of 80 of zo. Ja, ik wil daar nog niet over nadenken, maar dat zegt niets. Zing je dan nog? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Weet je wat het is? Toen ik 25 was, toen zeiden ze, wat denk je waar je over 10 jaar staat? En als je 35 bent, wat denk je over dat je dan staat? Ik heb heel vaak gedacht, na mijn 40ste dacht ik, ach, weet je, alles wat ik nu nog krijg is een cadeautje. Nou, het cadeautje werd steeds groter, want het is geen minuut dat ik niet op televisie ben geweest. Ik heb grote hits gehad, prijzen gekregen, 2 keer was er beeld. Ik heb in het buitenland opgetreden. Het is een keer, ik ben een tevreden mens, laat ik het zo zeggen. Maar is toch het mooiste? Dan heb je toch gemaakt als je tevreden bent? Dat is toch hartstikke mooi? Ja, ik denk dat het heel mooi is. Wat ik ook mooi vind? Nou? Dat jij op dat moment toch met een bepaalde manier omgaat met bepaalde dingen. Want jouw ouders, gereformeerd, komen uit Schagen. Je was een vrouwenidool en uiteindelijk waren die meisjes allemaal verliefd op je, maar bleek toch op mannen te vallen. Ja, ja. En hoe was dat thuis? Was dat? Ja, dat is eigenlijk nooit zo erg besproken. Dat leek wel vanzelfsprekend. Wisten ze dat wel? Ja, ik denk dat mijn moeder dat sowieso al wist. En je vader? Mijn vader wist dat niet. Dat heb ik wel eens meer in interviews ook verteld. Dat mijn vader was heel ziek. Dat ik wilde dat eigenlijk gewoon zeggen, maar mijn moeder zegt: doe dat maar niet. Je vader is zo ziek. Ze zegt: ik denk niet dat goed werkt in het hele. En dat heeft ook helemaal niet lang mee geduurd. Maar ik denk dat hij dat diep in zijn hart wel geweten heeft. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.